herhaling. Gaan we heel snel door naar het vervolg. Ik wil graag uitnodigen op het podium de samensteller van het boekje, Rikold Pasterkamp. De uitgever van het Boekencentrum, Arjan van Tricht. Ja, ja, ze zijn ergens, ik weet het zeker. Daar en hier. Ja, die gaan allebei even 5 minuten vertellen over het boek. Goed, hartelijk dank voor de ontvangst hier vanavond. Je hebt het vast al vernomen. Wilco en ik willen graag een leuk conservatief boekje. En we willen jou vragen om dit boekje samen te stellen en persklaar te maken als eindredacteur. Ik kan je daartoe een vergoeding geven van dit e-mailtje van Beppie de Roy van de uitgeverij Boekencentrum, bereikte mij in juli 2013. Ze gaat verder. Het is niet de bedoeling dat het een elitair boekje wordt, maar laagdrempelig. Voor iedereen die kennis wil maken met conservatief Nederland, een beetje iets als conservatief voor dummies. Nou, hier is het dan, vanavond. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de 5e verjaardag van het Conservatief Café in Gouda. Ik feliciteer het café, haar bestuur en iedereen die daar annex is aan is van harte mee. En u mag applaudisseren, natuurlijk. U treft in dit boekje 11 personen die in de 5 jaar dat het Conservatief Café bestaat iets in het café hebben gezegd, gedaan of zomaar geroepen. De een mocht ik interviewen, de ander wilde zelf iets schrijven. Er was een uitgebreid archief van het Conservatief Café, zo vertelde men mij. Dat archief heb ik nooit kunnen vinden. Of het moet een handjevol krantenknipsels en foto's zijn die verstopt staan op de site van het Conservatief Café. Het maken van dit boek afgelopen winter verrijkte mij en ik hoop dat het dat u natuurlijk ook doet. Ik zat op de bank met Lilian Jansen. In de kamer, de tweede wel te verstaan, met Mona Keizer. En aan tafel 14 hoog met Arendo Joustra, de hoofdredacteur van Elsevier, die mij overigens niet met lege handen naar huis liet gaan. Ik dronk thee met Gert-Jan Segers en bestudeerde Cicero met Elbert Dijkgraaf. Met oud-collega Bart-Jan Spruit bouwde ik aan een kop en staart van het boek. Aan sommige van diegenen die ik net noemde, legde ik 5 keuzes voor. En ik wil er 2 met u delen. Ik vroeg aan Mona Keizer, als ze niet bij het CDA terecht was gekomen, welke partij dan? De SGP of de ChristenUnie? Het antwoord deel ik graag met u. De SGP natuurlijk, want de ChristenUnie is een linkse partij. Ja, er moet een nuancering bij, maar die komt straks. Aan Elbert Dijkgraaf vroeg ik wat er het eerst op de SGP-lijst zou staan. Een Rooms-Katholiek of een vrouw? U bent natuurlijk heel benieuwd naar zijn antwoord. Dat antwoord luidt als volgt. Geen van beide, want een vrouw en een bisschop hebben we al. Met Cor Verkade sleutelde ik aan een nieuwswaardige toegift voor dit boek. En dat gebeurde op een gedenkwaardige plek in het Roemeense dorpje Gerla, waar we allebei vrijwillig gevangen zaten. Een slaapcel deelden en hij mij 's nachts, bewust of onbewust, deelgenoot maakte van zijn conservatieve plannen. Leest u vooral het laatste hoofdstuk van dit boek. Het zijn net mensen, wat u zegt. Voor de tekst ben ik verantwoordelijk, niet voor de cartoons. Zeker niet die van mezelf. Dank aan de aan- en uitgever voor het vertrouwen. En daarbij noem ik, zonder anderen daarbij niet tekort willen doen, Wilco Boender, een steun en toeverlaat voor mij in het wordingsproces van dit boek. Wilco, hartelijk dank. APPLAUS.
Laatste zin. Wij gaan op naar 16 mei 2019. Dat wordt een mooie maand bij leven en welzijn. De eerste Joint Strike Fighter landt in Nederland. Het kabinet Keizer met vicepremier Segers is lekker op stoom. En het Conservatief Café bestaat 10 jaar. En geeft ter gelegenheid daarvan natuurlijk weer een boek uit. Dank u wel. Dankjewel en we gaan gelijk door naar de uitgever, Arjen van Tricht. Dankjewel, dames en heren, Wilco. Een eer dat ik hier mag staan, ten meer omdat ik er helemaal niet op gerekend had. Mijn toespraak is dus ook niet lang. Ik wou eerst even zeggen dat ik hier niet had moeten staan. Dat zei Riekelt al, Beppie de Rooij is de initiatiefnemer. Mijn collega uitgever, maar die is nu niet in staat om het boek te presenteren. Dus vandaar dat ze vroeg of ik het wilde doen. Ik heb het ook van haar overgenomen, lopende proces. Wilco, dat was een avontuur. We hebben al heel wat auteurs zo gehad en hebben nog heel wat auteurs, maar bij jou was het wel bijzonder. De onderhandelingen waren op scherp van de snee en het e-mailverkeer ging heftig heen en weer. Maar het resultaat mag er zijn en de hele voorkant, de cartoons en alles is uit jouw koker gekomen en dat heeft het boek stukken beter gemaakt. Heel goed. Ik kan me zo voorstellen dat jullie als conservatieven de afgelopen 5 jaar af en toe buiten deze kring wat onbegrepen zijn geweest. Van wat is nu conservatisme? Wat zijn conservatieven? Wie zijn conservatieven? Nou, dit boek maakt er in 1 keer een einde aan. Als je dit leest, dan weet je dat. En de titel laat helemaal niks aan onduidelijkheid over. Het zijn net mensen. Ik feliciteer met je jubileum en het boek. En ik wil jou graag het eerste exemplaar overhandigen. Ja, ik ga het helemaal niks meer over de inhoud zeggen. Riekelt heeft er al wat over gezegd. U moet het gewoon kopen. Het kost €14,90. Het is bij Job Kopperjan te koop. Die straks in de Sterrenzaal staat. Ik ben er zelf gewoon echt blij mee. Je krijgt toch vaak best wel vragen. Al is het maar gewoon in mijn familiekring of op mijn werk. Maar wat is dat nu precies? En dan heb je best wel een antwoord klaar. Nou, en dan kijk je, oh ja. Ja, we hebben regelmatig politieke sprekers, dus je wordt vaak in het politieke kamp gezet. En dan zeg ik van ja, maar het is eigenlijk meer een maatschappelijke filosofie die erachter zit. En dan kijken ze ook aan, dan beginnen ze over de VVD en over het CDA en over de SGP en over de ChristenUnie. En ik zal bijvoorbeeld nooit de ChristenUnie een linkse partij noemen. Dat doe ik gewoon Gert-Jan Segers tekort. De VVD, er zitten gelukkig nog steeds voldoende klassiek liberalen die zich hier thuis voelen en die hier graag komen. Boekenstein, Bolkestein, Wiegel, we kunnen er nog meer noemen. Dus ja, die politiek die boeit mij eigenlijk, ik zeg het vanavond ook in een interview in de krant, die politiek boeit mij eigenlijk helemaal niet zoveel. Want wat gebeurt erachter? In de samenleving gebeurt het. En gelukkig zijn de politici die hierin staan en de andere sprekers, die laten het ook zien dat in de samenleving gebeurt. We moeten het niet van de politiek verwachten. Daarom ben ik ook politiek niet actief. Word ik nooit politiek actief. Praat wel graag met politici. Praat ook graag over de politiek. Maar er zit iets achter. Er zit een fundament achter. Een cultureel fundament wat hier staat. En een cultureel fundament dat begint thuis. Bij u thuis. En wat mij betreft dan, hoe je er ook over denkt, maar wat mij betreft in het gezin. Daar begint het. Ik heb een week lang gediscussieerd met mijn vrouw of ze nu meeging of niet. Ik heb namelijk mijn 6e kind gekregen in maart. En die is 7 weken oud. En uiteindelijk heeft ze 3 keer zichzelf geëxcuseerd van, ik blijf echt thuis vanavond. Die oudste van mij, die was ook, die is 15, die gaat ook al, die moest ergens anders oppassen, notabene. En dat wil ik gewoon zeggen eigenlijk. Dat is het gewoon. Laten we daar eens naar teruggaan. Weg van die politieke hypes. Daar hebben we fantastische Kamerleden voor. Die moet je af en toe gewoon op zo'n Constructief Café even ontmoeten en een pilsje mee drinken. En wat tips geven. En dan weer lekker gewoon naar huis gaan. En lekker hard werken daarnaast. Dat zijn we ook allemaal genoodzaakt, maar we moeten hard werken. Er zijn mensen in Nederland die denken van, nou, het komt al. Nee, we moeten keihard werken. Voor dat gezin ook weer. Nou, ik hou op, want anders doe ik de heer Bolkestein tekort. Meneer Bolkestein, ik wil u naar voren roepen. Want wij dachten, aan wie gaan wij dit boek overhandigen? En u heeft het boekje ook gelezen. Daar gaat u wat van over zeggen. Ik denk niet dat het meest intellectuele boek is wat u de laatste jaren gelezen heeft. Sorry, maar
wij dachten van, ja, wie moeten we het nou overhandigen? En dan komen er allerlei politici voorbij. We zeggen, nee, helemaal geen politici. Ik zeg het net. Wij moeten mensen hebben met kennis van zaken. Die weten waar het over gaat in deze samenleving. En wij als bestuur vonden dat u een van die prominente mensen bent die iets te zeggen heeft in dit land. En ik heb het idee ook dat het een uitstervend ras wordt. Dus ik hoop dat u misschien nog een paar opvolgers kan aanwijzen die ons van goede ideeën gaan voorzien. Nou, daarom hebben we voor u gekozen. We zijn zeer vereerd dat wij het eerste exemplaar aan u kunnen overhandigen.